Nicky, het kabinet dan zet vol in op werkgelegenheid. Ja, dat is het idee. Hè. We moeten natuurlijk aan het werk blijven. En als je dan onverhoopt toch je baan kwijtraakt, in ieder geval weer aan het werk komen. Ja, en dan is de grote vraag, wat vindt ondernemend Nederland nou van die plannen van het kabinet? De voorzitter van die club is positief. Nou ja, het is natuurlijk een tijd met een lastig perspectief voor bedrijven, voor burgers, voor banen. Dus het is heel belangrijk dat het kabinet een helder pakket neerlegt. Inzet op lastenverlichting, inzet op investeren, baanbehoud. Zorg dat mensen ook als ze uit een baan moeten weer snel een andere baan terecht kunnen komen. Verstandig en evenwichtig pakket. Ik zou zeggen mouwen opstropen aan de slag. De wereld is onzeker, Europa is onzeker qua corona-ontwikkeling. We hebben Brexit op de achtergrond. Het is een vraag wat er met Trump gaat gebeuren in Amerika. Maar één ding staat vast, dit pakket biedt in ieder geval heel veel kansen voor herstel van de Nederlandse economie. Ja, heel positief. Zijn er ook kritiekpunten? Nou ja, kijk, wat je ziet en wat verstandig is, is dat dat derde pakket van het kabinet, dat is iets soberder, iets voorzichtiger weer dan de pakketten daarvoor. In dat verband is interessant, je zag dat het aantal faillissementen in augustus en juli flink aan het dalen was, vergeleken met een jaar eerder. En dat is een indicatie dat er bedrijven niet omvallen die anders wel waren omgevallen. Dus je moet, en dan kom je eigenlijk weer op het uitgeven van geld, je moet in zekere zin toch een beetje zuinig blijven op het geld dat je uitgeeft. Als regelingen te ruim zijn, dan komt het misschien ook bij bedrijven terecht die anders waren omgevallen onder normale omstandigheden. Dus je moet altijd goed op de centen blijven letten.